Hoi en welkom Hallo Thuis met Annemarie. Vandaag wil ik het ergens met jullie over hebben. Want ze zeggen dat je je hele leven lang kunt leren. Nou, ik weet niet, maar ik ben blij dat ik niet meer op school zit. Ik vond school helemaal niet zo leuk. Maar ja, nu ik hier de hele tijd binnen zit, verveel ik me af en toe helemaal de rambam. Dan is leren misschien wel een leuke afleiding. Ik ga eens even kijken of ik op Hallo Thuis iets leuks kan vinden wat ik zou kunnen leren. Even kijken, Google, Hallo Thuis, ja, terugkijken. Oh, kijk dan, hier staat ook gewoon leren. En muziek en koken, knutselen, dat kan je natuurlijk ook leren. Even zien, dit is met, computer, leerbaar, weerbaar. Oh, dit vind ik wel leuk. Dit ga ik eens doen, je mening geven. Even kijken hoor, wat het is. Leerbaar, weerbaar. Hey Judith. Leuk, prettig, fijn of lekker vindt. Of dat ik juist iets niet prettig, stom, raar, niet lekker, vies vind. Judith zegt dus dat je mening geven te maken heeft met dingen die je prettig vindt en die je niet zo prettig vindt. Maar wat nou als je dat helemaal niet weet of je iets prettig vindt? Soms kan het ook zo zijn dat je nog niet precies weet wat je mening is. Dat betekent dat je het niet heel leuk vindt, maar ook niet heel stom vindt bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk nog niet zo goed weet wat je ervan vindt. Mam, vind je FIFA leuk? FIFA, wat is dat? Het voetbalspel. Op de PlayStation? Ja. Oh, dat weet ik heel niet. Dat weet ik niet. Maar wil we wel eens proberen? Hier heb je een voetbalboek. Oeh. FIFA, dat is zo'n voetbalspel. Op de televisie, weet je wel, met zo'n computer. En Luc doet dat echt vet vaak. Maar ik snap er geen bal van. En heb ik zo'n boek? Dat is vet moeilijk, Luc. Ik snap er echt helemaal niets van. Nou, laten we maar eens een potje gaan proberen dan. Wil jij het aan mij uitleggen? Ja. Oh, dat vind ik wel een goed idee. Ja, is goed. Hallo allemaal, in de hoek. Nou, deze is rennen, deze joystick. Ja. En deze is schieten. Oké. Rondje schieten. Ja. En bij L1 dan kan je van spelen wisselen. Zie het. Oh. Doe ook gewoon niet. Schieten is rondje, hè? Ja. Ik vind het ingewikkeld. Ik blokte hem. Nou, dat doe je de computer. Jij bestuurt de keeper niet. Maar ik blokte met die speler, met 17. Ja, dat klopt. Oh! Yes! Shit! Ik vind het vet moeilijk. Het is gewoon 1-0 hè, voor jou. Ja, ga nog even oefenen en dan kom ik zo terug. Ja, oké. Okay. Soms moet je er dan iets langer over nadenken, over wat jouw mening is. Ik heb geprobeerd. Ik vind FIFA niet leuk. Kan. Kan het ook niet. Dus, dat is mijn mening. Oké, dus je mening vorm heeft met prettig en niet prettig te maken. En soms weet je het dus gewoon even niet. En dan kan advies of hulp van andere mensen heel erg helpen om je mening te vormen. Luc ging mij helpen. Dat was echt heel fijn. Soms is gewoon lezen misschien wel jouw manier om te leren. Nou, ik vond dit te moeilijk. Ik vond het samen doen veel fijner. Maar dat is per mens weer verschillend, hoe je leert. Wist je dat je van je begeleiders en je familie net zo lang dingen uitgelegd moet krijgen tot je het begrijpt? Ja, nou Luc moet dan nog wel even een poosje dingen aan mij uitleggen, want van FIFA begrijp ik nog geen s'nachts. Maar in het echte leven werkt dat echt zo. Dus als je dingen niet snapt en je denkt, oh help, hoe werkt dit? Of ik wil graag mijn mening vormen over iets. Vraag advies en vraag hulp. En weet dat je dat net zo vaak mag doen totdat jij het begrijpt. Nou, vond je hem leuk? Wil je meer zien? Kijk dan op onze website www.philadelphia.nl/hallothuis. Doei! Ja! En die ogen aan! Je zou naar bed komen! Inderdaad, ja. Wat zit je te doen? Ja, ik heb net gescoord. Ik kom eraan. FIFA? Ja, lang verhaal. Wat doe je? Ja, lach even. Ik maar. Het is 12:15 bijna. Ja. En soms kan je mening ook veranderen.